Hallo sapperlingetjes van Justin Sprekkementers, het is tijd voor een nieuwe vlog. We zijn weer lekker bij de Mac en we hebben een quarter pounder crispy bacon. Oh, er zit ook augurk op. Hou jij van augurk of niet? Ik hou het er wel op, ja. Moet je mijn augurk hebben? Nee. Oké, want die doe ik wel af. Meestal geef ik die aan Daisy. Oh, er zit nou de Big Tasty saus op of wat? Of is het echt een andere? Zou goed kunnen. Oeh, ik ben benieuwd, maar hij ziet er wel echt lekker uit hoor. Dat is hij ook. Dit is gewoon een Victesi met dikkere kaas gewoon op zee. Ik heb een vraag. Welke games verwacht jij nog voor de Switch? Sowieso een Pokémon. Maar ik denk dat het een soort vervolg gaat worden op XD. Nee, het gaat echt een vervolg, of zeg maar gewoon een normale. Is dat echt officieel geconfirmed? Ja, dat is geconfirmed. Ook door Nintendo, zeg maar. Oké. Ik denk geen nieuwe Mario Kart. Een nieuw Yoshi-spel? Iets met Yoshi? Ja, dat denk ik ook wel, ja. Of een, sowieso een 3D World iets, Bros-achtig. Ja, trouwens, ik weet niet. Ja, dat is een beetje kut, want nu kosten de spellen ook meer tijd om te maken, vraagteken. Denk ik wel. Ja, ik hoop weer een keer een Nintendo sportgame, zoals voetbal. Maar dan zeg maar zo'n game, dat het zeg maar met die mechanics als Super Smash voetbal, maar dat je dan kunt tennissen, kunt volleyballen, kunt ijshockeyen. En dan allemaal een beetje met die mechanics, maar dan dat je verschillende sporten kunt doen. Je hebt wel Mario Sport Mix, alleen volgens mij is dat niet, ja, dan dat is niet meer allemaal superpowers en zo. Kijk, niet Mario en Sonic op de Olympische Spelen, nee, gewoon echt zeg maar dat ruiken Smash voetbal, alleen dan dat je zeg maar ook kunt ijshockeyen. En dat eigenlijk in principe hetzelfde is, maar dat is de puck de bal, maar dan zit je op hockey en heb je een stick. Maar in principe is het eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Kijk, met volleybal is het dan weer anders, omdat je dan geen goal hebt, maar gewoon dat soort spelletjes, basketbal, weet je wel, gewoon. Ja. Dat je die paasjes kunt doen, power-ups, coole dingen kunt maken en dat je dan verschillende games hebt. Maar ja, als ze slim zijn, maken ze dan gewoon van die losse games en verkopen ze hem dan voor iets goedkoper bij wijze van. Maar ja, dat is Nintendo, dat doen ze niet. Maar dat hoop ik. Ik denk niet dat dat gaat komen, dat hoop ik. Ik verwacht dus wel een nieuwe Mario Party. Mario Party 11, ja. Lastig. Hij kwam ook niet op de Wii U, hè? Oh, wel. Mario Party 10 is Wii U. Kwam hij meteen uit? Nee, hè? Nee, niet meteen. Duurde wel even. En ik verwacht een nieuwe Smash Bros. Tenminste, verwachten heel veel mensen. Dan hadden ze dat toch wel geannounced met die, noem je dit, die Nintendo Direct of zo? Ja, maar zo'n console gaat heel lang mee, hè? Dus het zou goed kunnen dat, hoe heet het, de vorige Smash Bros. Die kwam ook pas in het tweede of het derde jaar van de Wii U. Serieus, zo laat? Ja, in het tweede jaar of zo van de Wii U kwam je pas. En de Switch is nog niet eens een jaar oud, hè. Oké. Dus ik verwacht dat er nog wel. Of er komt misschien zo'n Smash Deluxe versie. Mochten jullie trouwens dat lawaai op de achtergrond horen, staat hier echt voor ons dat iemand blaadjes te blazen. Maar, ja. Dus ja, ik verwacht wel een. Het is een Smash, soort honing-mosterdsaus op de burger. Ik vind hem echt lekker. Ik vind echt een lekkere burger. Ja, alleen de saus had voor mij niet per se anders gehoord. Oh, ik wel. Maar ik vind de saus wel lekker, maar niet per se van wow. Het is gewoon meer dat de bacon gecombineerd met die kaas en die uien, zeg maar. En je eet iets zonder uien. En ik vind die kaas gewoon lekker. Die proef je goed, zeg maar. Dus ik ben wel echt tevreden over deze burger. Maar ja, die zal ook wel weer weggaan. Net als, dat echt zonde, zal de laatst echt zo'n lekkere burger op een Italiaanse bol was dat. Dat was echt ook een hele lekkere burger. Maar die is er is dat niet die maestro of zo? Ja, dat, maar in ieder geval die is er nu niet meer. Dat was zo'n speciale burger was dat. Ja, die burgers die komen en gaan, hè? Ja, deze moet je echt niet weghalen. Ik vind deze echt heel lekker. Ik ben nooit van de McDonald's burgers, maar deze vind ik echt lekker. Wat is die gast aan het doen eigenlijk? Blaadjes aan het wegblazen. Ze zijn met z'n tweeën, hè? Ja, maar
Hij doet het helemaal niet goed. Kijk hoe het ligt. Hij blaast het gewoon op het midden van het terrein. En dan loopt hij weg. Ja, maar ik denk dat misschien dat ze daar iets voor hebben of zo. Dat ze dat allemaal weghalen. Want ze halen het altijd. Want dit hier voor ons is een autozaak, zeg maar. Dus ze halen het allemaal tussen die auto's vandaan, denk ik. Mm. Ja. Ja, ik denk ook wel een nieuwe Smash. Alleen, ik denk dat die veel hetzelfde gaat worden. Ja, trouwens, ik weet niet. Zouden ze bij die nieuwe Smash wel een story mode doen? Of denk je ook niet? Weet ik niet. Ik vond die laatste Smash heel lame qua hoe het eruit zag en wat je kon doen, zeg maar. Geen story mode. Geen story mode. Wat ik altijd het leukste van Smash vond, want ik vind de multiplayer helemaal niet zo interessant. Zeg maar. Geen challenges, die missions, of had je die wel? Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval missies zoals bij Melee in ieder geval niet. Dat was gewoon heel vet. En je kreeg bijna alle poppetjes in het begin al. Je hoefde bijna niks te unlocken. Heel weinig in ieder geval. Volgens mij moest je alles vrijkopen en anders had je alles al, toch? Nee. Dan ja, moest je wel echt iets unlocken. Ja. Maar dat was... Het was veel vetter toen je gewoon alles... Want ik vind het helemaal niet erg om voor sommige characters dan te betalen, weet je wel. Als het vette characters zijn. Of mm-hmm. Moet gewoon... je het dan zoeken? Nee. Dat vind ik niet zo erg, als het vette challenges zijn. Maar ze hadden gewoon in-game unlock hadden ze gewoon moeten blijven doen, of veel meer moeten blijven doen. Want dat vond ik zo vet aan Melee, dat je eigenlijk nog best, je kon bijna het dubbele nog unlocken, zeg maar. Gewoon dat je ja, bijna alles in principe. Ja. Je kon echt, maar bij Melee had je wel veel poppetjes die hetzelfde zijn, maar dan een ander jasje. Ja, op zich. Maar Pichu bijvoorbeeld, ja. Maar bijvoorbeeld een Ganondorf, die lijkt op Captain Falcon. Falcon, Ganondorf, ja. Link, ja. Young Link, Mario, Dr. Mario. Ja. Wie had je nog meer? Had je Roy Mart. Roy Mart, inderdaad. Maar die moest je allebei unlocken. Luigi. Roy Mart. Ja, Luigi heeft wel iets andere aanvallen. Maar je had wel een paar poppetjes, zeg maar, die... Zo'n broer, zeg maar... Ja. Ja, het is een ander poppetje en het is een klein beetje bij iets anders, maar in principe zijn alle aanvallen gewoon hetzelfde. Ja, in principe dat. Maar Melee, wat ik dan jammer vind, is het recept was echt goed. Mm-hmm. En dan gingen ze naar Brawl. Was ook vet. En bij Brawl was het inderdaad vet. Andere story mode, niet per se leukste wat er is, maar gewoon dat ze het durven. Ja. En dat ze, want stel, het pakt heel goed uit. Ja. Nou, ik vond het heel vet dat er echt een story in zat. Dat je echt met die filmpjes en zo, dat vond ik echt tegen vet. Rayquaza en zo moest. Ja, ik vond het niet. Ik vond het gewoon te doen. Ik vond het gewoon leuk. Ja. Zeg maar. Het was niet dat ik er helemaal weg van was, zeg maar ja, ik vond het niet erg. Alleen toen vond ik het wel weer erg dat ze dan die mission mode weg hadden gedaan. En die mission mode was juist hardcore. Ja. Waar je juist dan echt, zeg maar. Je maar in Brawl had je toch ook, je had ook een missies in Brawl, hè? Zelfs duo missies. Ja, maar anders. Niet zeg maar gewoon, je hebt die lijst. En je haalt die eerste, je gaat naar de tweede. Ja. Enzovoort, enzovoort. Het was zeg maar een soort... Het waren missies, maar het voelde niet hetzelfde aan. Nee, ook omdat je kon kiezen om op easy mode die missies te doen en zo. Het voelde gewoon niet hetzelfde aan. Terwijl ik weet nog wel, toen we dus tegen die Mega Bowser gingen als 50. 51. Of 51, ja. Want die 50 was die hand en die twee master hands. Die waren al lastig. En toen kwam die Bowser en die was lastig. En dat geeft gewoon echt een voldoening dan als je het haalt. Ja. En weinig van die speciale easter eggs wil ik het niet noemen, maar toch noem ik het zo. Ja. Net zoals als je met die home run doet met Yoshi, dat je dan een map krijgt. Of dat je dit doet met dat poppetje, dat je dan... Weinig van die inside dingetjes, snap je gewoon van, dit is het product, that's it. Ja. En dat is jammer, want ik snap het gewoon niet van... Ik snap sommige dingen gewoon niet. Ik snap bepaalde keuzes niet van bepaalde uitgevers. Van oké, dit werkt. Tuurlijk, je kunt niet 10 keer hetzelfde product verkopen. Maar dat doe je ook niet. Als je, als je iets extra's erbij toevoegt met bepaalde mechanics van de oude game. Maar ook gewoon nieuwe dingen toevoegen. Net zoals bijvoorbeeld met het voetbal weer. Of met sport. Doe meerdere sporten erbij. Met Mario Party. Maak een Mario Party met alle fucking minigames. Iedereen op de wereld die Mario Party leuk vindt, koop die fucking game. Ja, maar daar zal een reden achter zitten. Want ik heb wel eens ook een reden gelezen waarom ze geen Pokémon game maakt met alle regio's. Zeg maar. Ja, ik denk omdat het
te raar wordt om dan zeg maar, dan doe je gym 1 tot en met 8 en wat gebeurt er dan met je Pokémon? Dat is niet zo moeilijk, omdat je naar een andere regio moet je al je Pokémon achterlaten, begin je opnieuw en als je alle regio's hebt gehaald, kan je al je Pokémon weer gebruiken. En? Dat is niet zo moeilijk. Oké, maar dan denk ik de voornaamste reden dat ze geen remakes, dat remakes van die spellen dan daarna... Ja, nee, maar nou, je zal er wel gezegd van ja, dat gaan we nooit doen, want... Hoe heet het, moet ook... En nu verkopen ze Crystal bijvoorbeeld weer opnieuw. Ja. Ik denk dat dat een beetje de reden is. En ik denk dat op Switch ook Emerald en Ruby en Sapphire komen. Oeh, als virtual console. Ik denk dat het zeg maar, dat het... Elke reden die ze geven, is onzin. De enigste reden die het tot doet, waarom ze het niet doen, levert minder geld op als dat we het niet zouden doen. Ja. Want als we... Dat is de enigste reden. Als iets meer geld oplevert dan de andere keuze... Ja. Maken ze de andere keuze. Dat is het simpel. Van, hey, doe je... Hey, verkoop je twee dezelfde producten. Bijvoorbeeld dit en dit. Mm-hmm. En de inkoopprijs is precies hetzelfde. Maar je kunt dit verkopen voor 1 euro. En dit verkopen voor 1,50 keer zoveel miljoen. Yeah. Kies je toch voor dit? Ja, natuurlijk. En dat werk je dus gewoon. Want dat zal dus waarschijnlijk de reden zijn. Want nu ook recent dan dat ze die Crystal dan... De 3DS. Nou, als ze dan die remake hadden gemaakt met al die games... Ja, weet je, dus ook online. Ja, ga je Crystal niet kopen? Ging je, je had toch ook laatst nog ook een andere game? Ja, Gold. Gold. Ging je die al niet kopen? Nou, is toch alweer, hoe duur was dat ongeveer? 20 euro. 10 euro per spel. Dus. Nou, 20 euro is toch weer 20 euro die je anders niet had uitgegeven. Dus ik denk dat het dat voornamelijk is. Maar dat vind ik flauw. Ja. Waarom? Want dat andere verdient ook gewoon geld. Maar waarom zo gedreven op geld? Waarom niet gewoon, hey, dit is gewoon een fucking game. Dit is ons masterpiece. Yeah. Als je van Pokémon houdt, alsjeblieft. Je kunt alle Pokémon's vangen als je het spel 100% hebt uitgespeeld. En het is dus mogelijk, want alle Pokémon's kun je vangen. Yeah. Gewoon iets waar je echt gewoon honderden uren, net zoals bijvoorbeeld Skyrim bijvoorbeeld, daar kun je echt honderden uren in stoppen en je bent nog steeds niet klaar. Mm-hmm. Zoiets bij Pokémon is toch gewoon nice. No. Geen gezeur meer van, oh, ik moet de Pokébank, de Pokébank, moet je ook even voor betalen. De Pokédank is dan wel goedkoop, maar dan nog, ik denk dat ze alles dus op één game zetten, zei ze, dan gaat niemand die Pokébank doen. Nope. Of ja, weinig. Het... Jammer. Echt jammer, eigenlijk. Ach, ja. Ze moeten eigenlijk gewoon zeggen van... Hé, jongens. We hebben al genoeg geld. Zullen we nu gewoon echt onze passie volgen? Zullen we nu gewoon een spel maken... die we onze kinderen gewoon echt graag willen laten spelen... tot in de late uurtjes? Ja. Yeah. In plaats van... Hoe pak ik mijn kinderen nog mijn geld af? Nee. Toch? Yeah. Even eerlijk. Gewoon, toch? Hoe vet zou dat zijn als ze nou gewoon, als ze nou zeg maar die ideeën vertellen, dan gaan we een winterslaap doen voor 10 jaar, nee. Komen we terug en dan gaan we kijken of het zo is. Maar waarschijnlijk is dan de wereld kapot en dan komen wij wakker en dan, waar is iedereen? Nee. het is jammer, ze hadden, geld is echt iets moois als je het hebt. Ja. Maar het is ook, ik denk, een van de ergste dingen, want het is ook, ja trouwens, een van de ergste dingen weet ik niet. Maar het is echt, het heeft echt een heftige dark side. Zeker. Zeker, zeker weten. Het kan mooie dingen doen. Grootse dingen. Maar het, de dark side, zeg maar, wat geld doet met... Verschrikkelijk, maar groot. De mensheid is echt, echt verschrikkelijk. Want elk probleem op de wereld, die er nou is, bijna elk probleem... Gaat om geld. Gaat om geld. Om geld. Gewoon letterlijk om geld. En er zijn maar... En dan natuurlijk zijn er een paar dingen die dan losstaan voor geld. Discriminatie. Yeah. Ook echt een heel groot probleem. Ook echt een heftig probleem. Maar de voornaamste beslissingen of de wetten en blablabla die er zijn. Voornamelijk ik denk 80%. Het gaat om geld. Ja, dat weet ik wel zeker. Gaat om geld. Dat kan toch niet? Nee. Kan toch niet? Ik heb geen gemeenschap. Ja, oké, het moet wel. Want ja, zonder geld... Zeg maar, wie bepaalt hoeveel geld er is? Wie heeft dat toen nooit betaald? Van, hey jongens, zullen we met elkaar afschrikken dat er geld is? Oh ja, is goed. Wie houdt dat dan in stand? De mensen die geld hebben en alles kunnen doen. Dat is toch... Bedankt voor het kijken van deze vlog.
Vond je het een leuke vraag? Ik heb een idee. Doe een duimpje omhoog. Ik heb een idee. Dat jullie doneren al jullie geld aan ons en wij verbranden het. Voor de mensen. Nee, maar ik ga het niet verbranden. Jij bent ziek. Dan doen we gewoon nepbriefjes kopen die verbranden monopolie geld. Jij bent ziek. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Adios, adios.